Keramische dakpannen worden al eeuwen gebruikt. Het is een niet te evenaren, natuurlijke en duurzame dakbedekking die nog altijd favoriet is bij het bouwen van huizen. Het productieproces van keramische dakpannen is volledig geautomatiseerd. Uit de klei wordt met een pers de vorm van de dakpan gestanst. Deze wordt gedroogd in droogkamers, eventueel van een kleur, een algobe of glazuur voorzien, en daarna gebakken in een oven. Wienerberger heeft in Nederland 3 dakpanfabrieken. Bij Narvik Deest en Narvik Tegelen worden de dakpanmodellen van pure rode scherf geproduceerd. Janssen Dings in Tegelen produceert dakpannen van pure blauwe scherf, de gesmoorde dakpannen. Per week verlaten meer dan 1 miljoen producten deze fabrieken. Dakpannen en zogenaamde hulpstukken. De dakdekker is de eerste die de pan in handen krijgt. Voor de productie van keramische dakpannen gebruikt men klei. Deze klei is afkomstig uit de Maastreek, Waalstreek, het Nederlands-Duitse grensgebied, de Eifel en het Westerwald. Voor een juiste maatvoering van de dakpan is een vaste droog- en bakkrimp van het grootste belang. Het kleimengsel moet hiervoor garant staan. In de overdekte kleiopslag kan een productiebuffer voor zo'n half jaar worden opgeslagen. Vanuit de opslag gaat de klei naar de kleivoorbereiding. Eerst door de kollergang van 12 mm. Een grof walswerk met een spleet van 1,5 mm. En dan door een fijn walswerk met een doorgang van 0,5 mm. De klei wordt laag voor laag uitgestrooid en opgeslagen in de kleikelder, met de bedoeling een optimale en homogene massa te krijgen. Vanuit de kelder gaat de klei naar de productiehal. Hier krijgt de dakpan zijn uiteindelijke vorm. De kleimassa wordt via een aantal tussenliggende kneed- en walsbewerkingen naar de vacuümstrengpers gevoerd. Tijdens dit proces wordt ook water gedoseerd om de juiste plasticiteit voor de vormgeving te verkrijgen. In de vacuümstrengpers wordt de lucht uit de massa onttrokken en vervolgens als een streng door het mondstuk van de pers geëxtrudeerd. Deze streng wordt automatisch in gelijke stukken of kleikoeken versneden. Deze kleikoeken zijn voorgevormd naar het model van de dakpan. De dakpan wordt in een pers gevormd. In de pers wordt gebruik gemaakt van gipsen boven- en ondervormen. Om een perfect resultaat te garanderen, worden deze gipsen vormen om de paar uur gewisseld. De gipsen mallen worden op de productielocatie gemaakt. Doordat het gips water absorbeert, krijgt de dakpan een spiegelglad oppervlak. Afhankelijk van de productielocatie kunnen er verschillende type pannen geproduceerd worden. Daarnaast worden er panmodelafhankelijke hulpstukken, zoals bijvoorbeeld gevelpannen, knikpannen en chaperonpannen, en niet-panmodelafhankelijke hulpstukken, zoals nok- en hoekkepervorsten en vorstenhoeden vervaardigd. Voor de hulpstukken worden draaitafelpersen gebruikt. Halfronde vorsten, hoekkepervorsten en gevelpannen worden volledig geautomatiseerd geproduceerd. Andere hulpstukken zijn bewerkelijker. Vakmensen komen eraan te pas om de juiste vorm te boetseren. De dakpannen worden volledig automatisch geproduceerd. In de pannenpersen zitten 3 bovenvormen en 18 ondervormen. Met minimaal 12 slagen per minuut worden de pannen in hun definitieve vorm geperst. Tijdens het productieproces gaan geen grondstoffen verloren. Eigenlijk is er geen afval. Alle kleiresten die bij het persen ontstaan, worden teruggebracht in het productieproces. Het droogafval wordt hergebruikt en eventueel bakafval wordt vermalen tot gravel. Vervolgens worden de pannen gedroogd.
Op wagens gaan de pannen naar de droogkamers. De restwarmte van de oven wordt hier hergebruikt. Na zo'n 20 uur komen de producten uit de droogkamer. Na de droogkamer gaan de pannen rechtstreeks naar de oven. Het ijzergehalte van de klei bepaalt de rode kleur van de dakpan. De dakpan is na 14 tot 18 uur drogen en 15 tot 18 uur bakken bij een temperatuur van meer dan 1000 graden natuurrood. Eventueel kunnen de gedroogde pannen nog voorzien worden van een oppervlaktebehandeling. Het bespuiten van de gedroogde pan met een kleisuspensie, het zogenaamde engoberen, levert elke gewenste kleur op in een matte uitvoering. Moet het eindresultaat transparant glanzen, dan worden de pannen verglaasd, ook wel glazuren genoemd. De pannen worden in de oven bij meer dan 1000 graden Celsius gebakken. De oven is afhankelijk van de productielocatie, circa 150 meter lang, en er kunnen zo'n 29 wagens tegelijk in. De pannen blijven totaal zo'n 18 uur in de oven. Voor pannen van rode scherf wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde waterbedoven. Voor het smoren van dakpannen maakt men gebruik van klokovens. Als de dakpan gaar is, wordt de oven extra doorgestookt, waarbij de gaskraan open blijft, maar de zuurstoftoevoer wordt stopgezet. Hierdoor wordt zuurstof uit de metaalverbindingen in de klei omgezet. De pan wordt zo door en door grijsblauw gekleurd. Op het oppervlak zijn kleurnuances tussen rood en blauwgrijs mogelijk. Eenmaal uit de oven worden de dakpannen en hulpstukken volledig automatisch gesorteerd en verpakt. De pannen worden in kleine pakketjes gebundeld tot een streng. De strengen worden op pallets geplaatst. Buiten de hal, op het tasveld, treft men de diverse dakpanmodellen in alle mogelijke kleuren aan. Er wordt naar gestreefd om alle producten op voorraad te hebben. Wienerberger staat voor kwaliteit. Tijdens het hele productieproces worden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Samenstelling van de klei, droog- en bakregime, de kwaliteit van de gipsen vormen, de maatvoering en de oppervlakte van de dakpannen, breuksterkte, vorstbestandheid en waterdoorlaatbaarheid. Alle facetten worden grondig en regelmatig gecontroleerd. Dakpannen van Wienerberger. Duurzaam, functioneel en bijzonder.